Als het asielbeleid, hè, als dat nou een persoon zou zijn. Ja, en daar zou een dokter naar kijken. Dan zou die dokter gewoon alleen maar zeggen, nou, helaas, wij kunnen niks meer voor u doen. Ja, zo ziek is het asielbeleid, beste vrienden. Want als je nou kijkt dat we dus 300 miljoen gaan ze nu extra uitgeven, hè, dit jaar. En dan volgend jaar doen ze er nog even 700 miljoen tegenaan. 1 miljard gaat er zomaar, hup, weg naar het asielbeleid. Omdat ze nodig de statushouders in hotels moeten wonen. Of op cruiseboten moeten zitten. Nou, vrienden, het is werkelijk, het is echt te gek voor woorden. En ik begrijp ook wel dat die Wilders daar heel erg aan vasthoudt, aan het onderwerp migratie of immigratie. Ja, die denkt, ik geef niet af op asiel. Nee. Maar goed, het is één groot smijten met geld. Dat is het asielbeleid. Het is smijten met geld. Want wat lees ik nu dan weer? Die asielzoekers, krijgen ze gratis een advocaat van de Nederlandse staat. Die krijgen ze toegewezen. Ja. En daarna gaan ze lekker in zo'n procedure. Maar als die procedure te lang duurt, hè? Er zit dus kennelijk een limiet aan volgens de wet. Als ze daar overheen gaan, dan mogen ze naar de rechter stappen. Ja, verkeerd nog volgen. Dan mogen ze naar de rechter stappen, die asielzoekers. En dan mogen ze een dwangsom eisen. En ze hebben dus de afgelopen jaren al 40 miljoen aan dwangsommen betaald. Nederland. Haha, ja. En er komt de komende, dit jaar, komt er nog eens 30 miljoen bij. Kun je je voorstellen, bijna 70 of 75 miljoen, zo hup, de sloot in. Weer. Ja, en dan zitten ze intussen maar te vergaderen over van, we moeten bezuinigen en we moeten hier bezuinigen en dat. En we hebben geen geld om de armoede te bestrijden. En nou. Nee, vrienden, dat asiel, dit is niet gewoon ziek, dit is dood en dood ziek.